Maak ze nou moeilijker elke keer. Damn. Ik ben een flipping natural. Smash even op die like als je wel eens op een fiets hebt gezeten. Ik denk dat we vandaag maar even beginnen met een wat realistischere map. Omdat hierna gaat het best wel snel heel erg crazy worden. We gaan vandaag beginnen met de Whistler Red Bull Joyride 2022. En als het goed is, is deze map gebaseerd op een echt Red Bull parcours. Dit is de eerste keer dat ik hem ga spelen. Ik denk dat we aan het begin nog maar even langzaam gaan. Oh my god, dit kan niet echt zijn. Even serieus. Als dit een echt parcours is, dan is dit lijp. Dan is dit lijp. Dan durven sommige mensen echt te veel dingen. Dat weet ik zeker. Oh shit, oh, dat ging net niet goed. Oké, ik moet er even inkomen. Ik weet niet meer wat het beste punt was om te springen op de ramp. Oké, dit gaat echt dramatisch. De developers zeiden dat je aan het begin helemaal onderaan de ramp moet springen. Dat je dan het hoogst gaat. Maar tot nu toe blijkt dat niet helemaal waar te zijn. Nee, echt totaal niet. Dankjewel, developers. Dankjewel. Oh, waar moet ik nu in? In deze kom? Wat ben ik aan het doen? Yo! Wat doe ik? Waar moet ik heen? Moet ik hier vanaf? Oh ja, ik moet hier vanaf. Wat had die kom dan voor nut? Wat had die kom in hemelsnaam voor nut? Ik heb echt geen idee. Oh, wat is dit? We moeten hier van een soort plank af. Oké, backflip. Oh, die is smooth. Oh my god, die was nice. Oké, en volgens mij moeten we hier gewoon omdraaien. Oh nee, huh? Wat? Nee. Shit, ik moet alles opnieuw doen. Het is helemaal duidelijk. Oké, hoppa. Eerste jump hier. Ik ga nu helemaal hier beneden springen. Wow. Oké, je moet echt veel eerder springen. Voor de mensen die niet doorhebben wat ik doe. Ik spring letterlijk al wanneer de ramp begint. Ja, dit werkt. Oké, dit werkt perfect. Oké, we gaan dus zo... Wat? Ik deed helemaal niks. Come on. Ik kan me niet voorstellen dat het bij de echte Red Bull Joyride gebeurt. Dat gewoon iemand aan het begin van een ramp gewoon random omflikkert. Dat zou echt heel apart zijn. Ik denk dat ik dan wel een refund wil op mijn tickets. Want dat is heel erg lullig. Oh my god. Oké, dat werkt echt heel erg goed. Yo, deze guy is echt gewoon wheelies aan het... Wat? Wat is dit nou weer? Misschien gebeurt dit ook wel in het echt. Misschien is dit gewoon een feature van Red Bull Joyrides. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Maar zagen jullie die ene guy voor me? Die was gewoon... Oh. Damn. Dat zie ik ze niet bij Red Bull doen, hoor. Nee. Maar jullie zagen die guy voor mij. Die deed gewoon... Die popte echt gewoon allemaal wheelies en zo. Die was echt aan het chillen. Wacht, ik ga ook een wheelie poppen. Oh, dat was niet gelukt. Oké, nu is het wel gelukt. Ja, ik kan die ramp gewoon niet mooi nemen. Wanneer ik hem mooi neem, dan val ik. Dat is echt heel erg raar. Oh, die is smooth. Die is smooth. Hoppa. Oh my god. Oké, ik hou echt van deze Red Bull parcours dingen. Die zijn echt zo leuk en zo soepel. Oké, ik denk dat ik deze gewoon in één keer doorpak. Misschien ook even een checkpoint. Want ja, ik ga niet die rare jump doen. Want daar snap ik helemaal niks van, joh. Oké, we springen nu al. Oh, perfecto. Oké, here we go. Here we go. Oh, dit is het einde al. Yo, we did it. Oh my god. Dat was echt... Zo'n goed voorbeeld van Celebrate Too Early. Dat was echt zo'n goed voorbeeld. Holy moly. Oh my god. Dat is echt beschamend. Oké, hoe doen we de no hands? Oké, niet zo. Maar ik deed wel hele coole dingen. Maar ik heb in ieder geval geen downhill bike. Dus daar zou het best wel aan kunnen liggen. Ja, of ik moet gewoon niet springen. Maar dat is zo lullig. Hier, recht in de publiek. Oh. Kijk die guy daar rechtsboven. Hij vindt het lollig hoor. Please do not set checkpoints. Wichtig kon abonneren. Oké, dat is allemaal duidelijk. En wat is dat wazige varken daar? Dit voelt tot nu toe als een hele cursed wereld. Oh damn. Oh damn. Oh damn. Look at me go. Yo, oké, jullie zien al. Ik ben echt pro geworden. Ik heb dat echt gewoon geklaard. En ik haat het wanneer de camera ook niet meebeweegt. Hoppa, we gaan zo. Oh, maar hier moet je in één keer door. Hoe moet je dat doen? Kijk, dat vraagt me altijd af in de senders. Hoe moet je dit soort dingen doen? Even serieus, is er een pro die dit zo kan bunny hoppen? Dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Moet je nagaan, mensen die de senders op... Jammer. Moet je nagaan, mensen die de senders... Op mobile spelen. Want ja, de senders is op mobile uitgekomen. Het is echt een wonder, ik weet het. Hoe zou je dit moeten doen? Hoe doe je dit? Er is vast een klimtechniek, maar ik heb niet dit spel gekocht om te klimmen. Ik heb dit spel gekocht om te fietsen. Oh my god. Ik ben echt een natural. Ik ben nog... Wat?
Maar ik ben nog nooit zo goed geweest in een parcours. Ik weet niet of dit parcours nou super makkelijk is of dat ik nou gewoon zo goed ben. Maar holy moly, I am going good. Oh nee, dat is een jump. Ik ga nu al jumpen. Oh my god. Hoe moet je dit nou weer uitrekenen? Oh, ik kan misschien een kleine bunny opdoen. Als ik zo doe. Ja, maar je moet sowieso ook remmen. Oké, oh my god. Kijkers, ik heb zojuist iets doorgehad. De finish is op het hoofd van het varken. Hierdoor ben ik extra gemotiveerd om het einde te halen. Je kan het je gewoon niet voorstellen hoe het is om daar te staan. Oh, waarom wil dit ding niet gewoon werken? Weet je wat? Ik ga hem cheaten. Haha, oh, ik heb hem ook gewoon gehaald. Het moment dat ik hem wilde cheaten, heb ik hem ook gewoon gehaald. Oké, never mind. Het moraal is weer terug waar het was begonnen, I guess. Ik weet niet echt waar het nu is. Wat had dat voor doel? Wat heeft dit voor doel? Yo, I'm just chilling, bro. Wanneer je dit hele parcours achter de rug hebt en je bent gewoon super moe, dan moet je gewoon even chillen. De Sanders is soms echt van zulke funky dingen. Oh, ja. Ja, perfecto. Ik weet niet of ik motivatie kan behouden. Dat komt omdat het waarschijnlijk heel erg moeilijk gaat worden. Maar ook omdat letterlijk alles van hout is gemaakt. Dus het is een beetje repetitive, snap je? Oh, wat is dit? Oh my god, dit is ziek. Ik krijg een beloning. Oi, oi, oi. Daar hadden we even de Descenders gameplay. Oh, dit moet je met speed pakken. Oké, we pakken de Apex. En dat is best wel moeilijk. Yo, ik ga dit gewoon skippen. Hoe de F zou ik deze looping moeten doen? Ik denk niet eens dat hij haalbaar is. Ik ga letterlijk gewoon langs je obstakels, bro. Ik heb hem gecheesed. Get owned, kid. Get owned. Oh, zie deze chicaan? Shit, oh my god. Ik zie me niet voor me dat ik dit kan halen. Oké. Yes, ik heb het wel gehaald. Wat? Hij heeft daar sowieso expres hier een gat gezet. Want wat is dit nou weer? Waar moet ik heen? Oh. Wat is dit nou weer? Wie bedankt dat? Want als ik het dan fout doe, dan moet ik weer wachten. Het is helemaal niks moeilijks. Oh, maar je krijgt hier geen checkpoint. Ah, I see what you did there. Moet je elke keer opnieuw weer die domme lift pakken als je dit niet haalt. Oké, okay, there we go. Slowly, slowly, slowly. En daar zijn we. Oké, we zijn er oprecht bijna. Ik had het letterlijk nooit verwacht. Nooit. Oké, maar here we go. The moment of truth. Oh, volgens mij moet ik hier niet springen. Het is heel verleidelijk om daar te springen. Oh, ik moet hier doorgaan. Oh, dit is een soort van... een soort uitkijkpunt. Hier kan je eventjes uitrusten. Eventjes lekker drinken. Kijk dit, joh. Oh, oh. Whoops. Whoops. Nou, we gaan maar door. We gaan maar door. You can do this! Oké. Maar ik wil hem halen. Oh, what? Oké, ik word tilted. Ik had hem gehaald. Ook al word ik niet tilted. Je hebt nu zweethandjes. Yes, I got him. Oké, wat... Oh nee, dit is een Squid Game Glass Bridge. Oké, het is sowieso deze. Ja. Dit is echt hels. Ik hoop dat ik hem... Ja, je kan hem vanaf hier halen. Oké, het is mogelijk. Het is mogelijk. Oké, nu moet ik gewoon een blinde jump maken. Oké, dan gaan we nu door. Het is mogelijk. Alleen ik ben echt dik hard aan het cheaten. Yes. Oh, dankjewel. Dankjewel. Ik kan gewoon naar deze toe. En dan nog een keer. Wat? Oh my god, het is... In het midden zit een platform. Oh my god. Dat is zo flipping naaiend. Ik ga hem gewoon halen. Weliswaar echt met 80 checkpoints, maar ik ga hem halen. Ik sta op het varken, mensen. Ik heb gewoon een Descenders parcours gehaald. Ik wil eigenlijk even een zieke foto maken met het varken, maar dat kan helaas niet. Ik sta gewoon op het hoofd van het varken. Dit is toch super ziek. Bike out. Numero 3. It's time to tackle this beast. We zullen het zien. Alleen sommige dingen zijn wel meer luck-based. Bijvoorbeeld, kijk, deze dingen kan je super fancy overheen springen. Maar je kan er ook gewoon niet overheen. Misschien moet dat wel. Volgens mij moet je er overheen springen. Dit is onmogelijk. Maak ze nou moeilijker elke keer. Damn. Ik ben een flipping natural. Dat voelde super goed. Bike out. Eerste stage gaat prima. En dan krijg je dit soort zooi. En dat klaar je ook gewoon. Here we go. Nee, oh my god. Oh.
Oh, oh my god, waarschijnlijk ga ik hem nooit meer zo kunnen timen. Jawel, oh my god, ik doe het zo goed, mensen. Ik doe het zo goed. Ik heb al een record, Misschien ben ik dan toch echt beter geworden in de senders. Jullie hadden het waarschijnlijk nooit gedacht, want als je de vorige video had gezien, dan was je waarschijnlijk aan het facepalmen. Ja, ik denk dat je me wel een pro kan noemen bijna, hoor. Ik ben nu ook gewoon determined dat ik deze haal. Dat gaat niet lukken. Voor de mensen die het niet weten, bikeout is zo verschrikkelijk moeilijk. Oh my god, dit platform gaat van boven naar beneden. Maar hoe moet je dat überhaupt halen? Eerst moet hij over je hoofd gaan. Dan spring je. Deze is mogelijk. Maar dan moet hij wel beneden zijn. Oh my god, ik doe het zo perfect. Dit soort dingen kan ik nooit halen. Ik kan het wel halen. Ik onderschat mezelf. Ik ben gewoon een natural. Oh my god, dit is super trippy. Oh my god. Mijn zelfvertrouwen gaat door de roof gewoon. Waarom hebben ze dit ook weer zo slippery mogelijk gemaakt? Even serieus. Oh my god. Even cheaten. Ja, sorry. Ik moest even cheaten. Ik had hem anders wel gehaald, maar het spijt me. Het spijt me. Ik ben nu iets minder een gentleman, maar het zal wel. Ik heb ook gewoon de infamous wipeout ballen gewoon first try verslagen. Oh shit. Ja, dit is waarschijnlijk wel het punt waarop het anders gaat zijn. Never mind. Oké, wat is dit? Oh, dit is zo'n geluk dingetje. Haal dit niet weg. Oh my god. Het is geweldig. Oké, nog een checkpoint. Nee, dit is het punt waarop het erger gaat worden. Ja, oké. Hier houdt het geluk op. Hier verandert het alleen maar in ongeluk en verdriet. Ja, dit is een en al verdriet. Dit is echt miserable. Oké, ik ben wel aan het cheaten, maar dan cheat ik de laatste even niet. Oké, mooi. Ik zou deze oprecht kunnen halen, maar dit is wel echt een aflevering vol bloed, zweet en tranen. Haha, ik cheat. Het maakt niet uit, want ik kan alsnog mezelf bewijzen. Oh my god. Nee, hier houdt het geluk op. Dit is de druppel. Dit is letterlijk de druppel. Het is mogelijk. Oh my god. Je moest iets langzamer gaan. Het is mogelijk. Of ik ga hem gewoon brute forcen. Ik kan hem ook gewoon brute forcen. Ja, ik ga hem zo brute forcen. Ja. No way. Oh my god. Deze gaan nog sneller. Hoe kan je dit ook iemand aandoen? Oké, wat? De wereld staat aan mijn kant. Maar daar bleef het dan ook wel bij. Oh my god. Oh my flipping god. Ik ga gewoon mijn eerste bike out misschien halen. Niet te vroeg juichen. Ja, let's go. Ik ben een certified Descenders Pro. Je kan er niet omheen.